als je zo'n diagnose krijgt, dan val je wel in een zwart gat. En dan is het gewoon ontzettend fijn dat je terug kunt vallen op een zowel persoonlijke als zakelijk prettige begeleiding. Ik ben Edward Augustijn, ik ben 62 jaar. Vanaf 1999 heb ik een eigen bedrijf. Ik verhuur me als interim manager in de zorg met name. In 2014 kwam ik burn-out-achtige klachten thuis te zitten. En omdat ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ASR heb, kwam ik in aanraking met Geert. Nou, in het begin ging het heel erg goed met Edward nadat hij gereïntegreerd was in zijn werk. Alleen hij moest zich al vrij snel daarna weer melden bij ASR. Vanuit de begeleidingstreek werd dat opgezet en wat een beetje stroef verliep, had ik op een bepaald moment wel de indruk dat er meer speelde. Omdat Geert vermoedde dat er meer aan de hand was, ben ik naar de dokter gegaan. En toen kreeg ik de diagnose Parkinson. Dan stort gewoon even heel je wereld in. Je valt in een zwart gat. Aan de andere kant is het ook een opluchting, want alles wat je zeg maar niet meer kon, werd verklaard door de diagnose die je meekrijgt. De hulp die ik heb ervaren van Geert was in één woord geweldig. In plaats van dat ik direct weer aan het werk moest, heb ik heel erg de ruimte gekregen, maar ook gevoeld om te ontdekken wat de ziekte met me doet. Ik accepteer het niet dat ik het heb, maar ik vecht er ook niet meer tegen. En dat stuk, dat is in de begeleidingsperiode, heeft dat vorm gekregen. En dat is wat Geert met mij gedaan heeft. Ja, de situatie van Edward raakte me zo omdat ik in hem gewoon een ontzettend gedreven ondernemer zie die vastloopt en die heel graag wil, maar datgene wat hij wil niet kan bereiken. En dat raakt mij dan als mens ook. Nou, toen duidelijk werd dat Edward niet volledig kon terugkeren naar zijn eigen werk, hebben we vooral de begeleiding daarop gericht om te kijken van kunnen we Edward helpen om ook nadat zijn polis afliep op zijn 60ste levensjaar, om dat gat wat tussen 60 en 67 daardoor ontstond, te helpen te dichten. Met begeleiding om te zorgen dat er nieuw inkomen kwam en rust creëren op het financiële vlak. Ondanks dat die polis in 2020 is gestopt, heb ik toch contact met Edward blijven houden vanuit een stukje nazorg. Op dit moment ben ik bezig met een toneelstuk ten uitvoer te brengen samen met een vriend. Het heet Hey Mr. Parkinson. Voor mijn gevoel ben ik niet veranderd, denk ik. In mijn gedachten ben ik niet veranderd, vind ik. In mijn hart ben ik niet veranderd, voel ik. Toch ziet de wereld er om me heen anders uit, merk ik. En de wereld kijkt anders naar mij. Met Hey Mr. Parkinson willen wij graag de mensen kennis laten maken met de ziekte van Parkinson en met name de psychosociale en de emotionele problemen waar mensen mee te maken kunnen krijgen. Ik ben heel positief gestemd naar de toekomst. Ik heb enorm veel zin om mijn ambitie weer waar te maken met Hey Mr. Parkinson en flink te toeren door Nederland. En geld in te zamelen waarmee we Parkinson de wereld uit kunnen helpen.